Nou, als we even naar de gaan kijken in bijvoorbeeld in Noord-Brabant, hoeveel bodemenergiesystemen er al zijn, dan heb ik hier even een print screen gemaakt van de WKO-tool. De WKO-tool, WKO-tool.nl, dat is een website waar jullie ook gewoon zelf naartoe kunnen gaan. En op die website kan je zien welke bodemenergiesystemen er allemaal al zijn gemaakt. Nou, je ziet hier een beetje middenbovenin zie je Sethoogenbosch. Aan de linkerkant zie je ook Tilburg. Eindhoven zie je ook nog aan de rechterkant onderin. Je ziet dat er heel veel systemen al in Noord-Brabant zijn gemaakt. En dat zijn heel veel succesvolle systemen ook. We hebben ook echt veel gewoon gebruikerservaring van die systemen, dat ze ook heel goed werken. De paarse stippen, dat zijn de open bodemenergiesystemen. Dus dat zijn de wat grotere systemen voor grotere projecten. Het is vooral begonnen in de utiliteitsbouw. Het wordt ook steeds meer toegepast in de woningbouw. En de gele stippen, dat zijn de kleinere systemen. De systemen met gesloten bodemlussen.